als het script voor de knoppen voor de openbare bibliotheek en de expo ook hebben geschreven, dan zullen ze ook die knoppen gaan werken. Dat ziet er dan voorlopig zo uit. Enter. En ik kan dus de wandeling inklikken waar de draadkruis en de inhoud gaan bewegen. Zo ook voor de expo en voor de openbare bibliotheek. En weer terug naar home. Dan wordt het nu tijd om voor de expositie, dat zijn dus deze, even een animatie te maken. En daarvoor moeten we ze eigenlijk weer omzetten in een filmclip, zodat er hier in deze tijdlijn geen animaties gaan plaatsvinden. Dat houdt de hele film dus ook lekker overzichtelijk. Dus dit laten we eventjes mooi zo staan. Ik klik de inhoud aan en ik klik daar dubbel op om in de inhoud te zitten. En dan selecteer ik de foto's die ik nodig heb. Dat kan door de shift-toets ingedrukt te houden of ik kan er zo op klikken. Zijn ze geselecteerd en ik zet deze om in een filmclip. Omzet in symbool. Ik kies hier de filmclip. En dat is dus de expo-animatie. Vervolgens gaan wij de animatie in door hem te dubbelklikken. Ik kan hem ook een instantienaam geven. Bijvoorbeeld Expo MC. Dan kunnen we straks ook met script deze eventjes wat opdrachten geven. En die zit, klik daar dubbel op, dus dan zit ik dus hier in de X-Expo animatie. En die zit op zijn beurt in Inhoud MC. De verschillende elementen daarvan gaan dus een beweging maken. En we selecteren daarvoor de verschillende foto's één voor één. Dit kan niet animeren, er moet eerst weer eens een symbool zijn. Dus ik ga deze weer even omzetten in symbool. En ik doe deze Expo 1. Filmclip. En die gaat Expo 2 heten. Deze gaat Expo 3 heten. Deze kan dus ook met F8, hè, gaat dat ook. Expo 4. En deze ook. Expo 5. Goed, als dat gebeurd is, dan kan ik ze weer allemaal selecteren. Bijvoorbeeld op deze manier. En dan deze een eigen laag geven, ieder. Dus dan geven ze distribueren naar lagen. Ze staan dus allemaal in hun eigen laag. En terwijl die lagen nog geselecteerd zijn, kan ik vervolgens daar een bewegingsstream voor maken. En hier op het eind kan ik dan in de tijd gaan staan en daar weer alles selecteren met appeltje A. Vervolgens een pijltje naar links, pijltje naar rechts, zodat ze allemaal het eindpunt vast hebben liggen. Daarna is het zaak om het beginpunt te omschrijven. En ik kan ze bijvoorbeeld allemaal vanuit links zo naar in het beeld laten schuiven. Dus ik selecteer daarvoor de bovenste. En dan kan ik hier een beetje naar links toe gaan. Zo, ja. En deze elementen. Eén voor één ook uit beeld animeren. Dan is het misschien ook nog prettig om de animatie zo te maken dat ze dus een beetje uitveden. Dus dan betekent dat hij dus langzaam en zeker uitdempt die beweging. Ik klik dus op het op de tween en de tween wordt dus nu een uitdempende tween. En beweeg ik hier dus langs, dan is het op het eind wat langzamer in de beweging. Dan krijgen we nog dat ze niet allemaal tegelijk moeten gaan. Het zou eigenlijk mooi zijn als deze het eerste ging.
En dat betekent dat deze als laatste binnenkomt. Dus dan schuif ik deze heen zijn geheel eventjes zo naar achteren toe. Dan vervolgens de tweede. Dat zou deze zijn, precies. Die komt daarna. Of die komt. Dus nog even terug nemen. Nee, dat gaat goed. Dus deze komt daarna. Die schuift daar dus naar achteren. Vervolgens deze en tot slot deze. En als we dus nu de animatie aflopen, dan komen de verschillende elementjes zo naar elkaar, zo naar binnen schuiven. Ze verdwijnen nu weer uit beeld. Dat is niet zo meer verwonderlijk, want hier zie je ze niet meer. Dat kan je dus eenvoudig oplossen door alle frames te selecteren en dan vervolgens een frame in te voegen, oftewel F5. En als ik nu de animatie loop, dan zie je ze zo één voor één netjes binnenkomen. Ze lopen nu wel in het hoofdvenster ook buiten beeld. En dat is niet zo erg mooi. En ze kunnen dan ook andere delen van de animatie verstoren. En daarom is het dus verstandig, als ik die appeltje 2 kies, om hier nog even een rechthoek boven te zetten die als een masker gaat optreden. En deze eerste laag hier ga ik dus even masker noemen. Ik zet daar, pak het rechthoekgereedschap en teken dat gebied waar de animatie als het ware zichtbaar mag zijn. En dat is precies het venster wat wij hier nu zo hebben. Mag ook nog wel eventjes een tikkeltje naar rechts. Dus ik selecteer hem hier helemaal en zet hem een klein beetje zo naar rechts. En deze laag die moet dus als een masker gaan functioneren. Dus ik rechtermuis kom op de laag, ik kies voor maskeren. Dan wordt niet alleen één laag daarin gemaskerd op dit moment, maar ik zorg ook voor dat de andere lagen, in feite door het symbooltje B te pakken, ook daaronder te laten vallen. En dat betekent dat als deze lagen ook op slot echt de maskerfunctie krijgen, dat je ze dus alleen ziet als ze binnen het deel vallen en buiten het veld zie je ze niet meer. Dat is wel erg prettig. En tot slot is het wel erg prettig als de animatie op het eind ook nog een stopactie krijgt. Dus dat betekent dat we nog even één laag maken, daar acties in zetten en op het eind daarvan een hoofdframe plaatsen. Want op het eind van de animatie mag daar dus geen herhaling meer plaatsvinden en anders gaat de beweging loopen. Dus ik pak eventjes, ik zet hier het loopje er even af. En ik zorg ervoor dat ik ook echt het laatste frame geselecteerd heb. Dus punaise heb ik er dan afgezet. En dan zien we niet meer de acties van het totale beeld. En we zetten hier de stopactie in. Een welbekende stopactie die wij willen hebben als we een animatie beëindigen. Goed. Als we nu de animatie of de hele film afspelen, dan moeten we ons realiseren dat we dus straks een werkende animatie krijgen, alleen we zien er zo weinig van. Want kijk, we gaan nu naar de expo en intussen heeft die animatie zich al lang afgespeeld. Gaan we nog weer eventjes hier deze in. En kan ik dan ook nog bij die expo komen? Dus even kijken. Dit is de wandeling. Dus de Oba. De expo kunnen we niet zo goed meer vinden. Die zit nu hier. Als ik die stopactie er even uitzet door deze laag even geleider te noemen, dan zullen we zien dat de animatie wel degelijk afspeelt. Als we dus naar de expo gaan, dan zullen we hier zien dat die animatie zich continu blijft loopen. En dat het dus verder wel naar wens gaat. Als we die stopactie erin plaatsen, dan vindt die meteen vanaf het begin plaats. Dus we gaan die geleider er even afzetten. Dat betekent dat die animatie maar één keer loopt en dat die dan op het eind gestopt is.
En dat zullen we nooit meer zien bewegen. En de bedoeling wordt nu dat die pas gaat lopen op het moment dat we hier met de animatie klaar zijn. En dat gaat dan gebeuren in het volgende filmpje.